Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb weer een Action shoplog voor jullie. Ik ben naar de Action gegaan en ik heb een challenge gehouden voor mezelf om te kijken of dat ging lukken. Want, nou, de kerstperiode en alles, dat komt er natuurlijk aan. In mijn hoofd is het al kerst. Ik maak elk jaar eigenlijk 2 adventskalenders. Eentje voor mijn beste vriendinnetje en eentje voor mijn zus. Ook dit jaar doe ik dat weer. En ik dacht, ik ga even kijken wat er allemaal bij de Action ligt. Dus ben ik gaan kijken. En heb ik een challenge gedaan met, nou, cadeautjes onder de 10 euro. Mega goed gelukt. Ze hebben zoveel leuke kerstitems. Maar ook gewoon andere leuke gift setjes. Of andere items wat je cadeau kan geven. Gewoon Action. Het was weer fantastisch. We hebben nu trouwens naar die video. Want dat heb ik gefilmd op TikTok. Mijn TikTok kanaal heet Floor Delver. In ieder geval, ik heb een heleboel geshopt. En ik wil jullie heel graag laten zien wat ik heb geshopt bij de Action. Ben je dus benieuwd wat er op dit moment in de winkel ligt? Bekijk dan dus even mijn TikTok kanaal. En nu de shoplog. Laten we gauw beginnen met deze video. Heb je er zin in? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En let's get started. En het allereerste wat ik heb gehaald is dit. Ik zag dit op TikTok voorbij komen en iemand had deze. Je hebt dus ook trouwens in het beige, maar ik heb hem in het wit gehaald. En iemand had deze zo cute gedecoreerd met van die houten schijfjes en dingetjes ertussen voor de herfst. Maar ik dacht, ik vind dit ook heel leuk voor de kerst. Hier kun je 4 dinerkaarsen in doen. En dit is echt van een mooie, ja, stenen, ronde vorm. Dus helemaal top. Ik heb hiervan even de prijs niet meer, maar volgens mij was deze 2 euro, 3 euro of zo. En voor daarbij wilde ik deze. Dit zijn van die Shimmer Candle Lights. Van die dinerkaarsen in het diepgroen. Echt prachtig. Met gouden glitters erop. Ja, ik vind dit zo leuk. 3 keer raden wat het thema wordt. Volgens mij heb ik het nu al wel een paar keer verteld. Maar normaal ben ik echt van een beige, zoals je kan zien. Alles beige en neutraal en love it. Maar met kerst gaan wij voor rood-groen. Echt dat traditionele. Dus hoe leuk zijn deze dinerkaarsen dan? Dus deze heb ik ook gehaald. Oké, dan zag ik weer cadeaupapier. En eigenlijk hou ik elk jaar dat kartonnen cadeaupapier. Een beetje van dat papier, zeg maar, letterlijk. Dit is wat gladder. En daar hadden ze weer heel veel verschillende soorten van. Maar ik zag deze en toen dacht ik, ja, dit vind ik leuk. Ook natuurlijk voor de adventskalenders die ik maak voor mijn zus en voor mijn vriendin. Om het dan hiermee in te pakken. En wellicht als we wat over hebben, kan ik de cadeautjes voor bij ons onder de boom ook hiermee inpakken. Ik moet een beetje denken aan Candy Cane. Het is super simpel, gewoon rood met wit. Maar goed, lekker traditioneel, want daar gaan we voor dit jaar. Niet veel boeiends verder over te zeggen. Gewoon in pak papier. Heb ik 2 rollen van gehaald. En dit was 99 cent per stuk. Dan wat ook niet boeiend is, maar wat ze wel hebben. Wat gewoon handig is. Folie. Bubbeltjes plastic. Niet boeiend. 2 euro per rol. Ik heb er 3 gehaald. Ik gebruik dit voor mijn kaarsen inpakken. Want ik maak kaarsen. Hartstikke leuk. Dus ja, niet boeiend, maar handig. Nou, ik heb mijn haar natuurlijk wat bruiner geverfd. En mijn droogshampoo is gelukkig op. Ik vond mijn droogshampoo altijd heel fijn. Ik had die van Batiste. Maar ik kreeg er wel een beetje een witte waas van. En ik was altijd wel blond, dus dan zie je dat niet echt. Maar nu ik wat, ja, bruiner ben, zag je dat toch wel goed. Dus ik zag deze bij de Action, de Dry Shampoo van Blossity. Geen idee of dat goed is, maar hier staat letterlijk bij dark hair en dan no white residue, geen idee. Kijk, deze. Dus deze lijkt me wel heel erg chill. Ik heb echt toevallig net mijn haar gewassen, dus mijn krullen zitten er ook niet echt goed in, omdat het gewoon nog half nat was, mijn haar. Dus dan werkt het voor gemeten. Maar goed, ik dacht, ik moet even iets met mijn haar doen. Anders had ik deze nu even getest, maar dat vind ik zonde, want het is echt letterlijk net gewassen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ga dit sowieso testen. Chill, denk ik, hoop ik. Dan heb ik ook niet heel bijzonder. Oh, wacht. Hoe duur was dit? Trouwens, dat is niet waar. Je inpakpapier is 82 cent per stuk. Geeft die derde? Je ziet advertenties erachter. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik dacht, doe helemaal leuk op de achtergrond. Zo'n valambiance. Maar zie je de advertenties erachter?
Jammer dit. Ik hoop niet dat jullie daar veel last van hebben gehad. Maar goed, lekker verder met de valambiance. De inpakpapier was 82 cent, geen 99 cent. Dus dat scheelt weer. De droogshampoo 200 ml was 1,60 euro. En dan kom ik nu bij van die kraftpapier tasjes. Dit zijn hele kleine, simpele tasjes. Als ik een bestelling heb voor kaarsen wat opgehaald wordt bijvoorbeeld, of die ik even langsbreng bij iemand omdat die dichtbij woont, doe ik ze eigenlijk altijd in dit soort tasjes met mijn eigen logo erop. Dus ja, dit is 99 cent per stuk en dan heb je 5 van die krafttasjes. Super handig. Oké, het volgende. Normaal ben ik hier niet heel erg fan van, want ik maak natuurlijk mijn eigen kaarsen en ik heb die ook eigenlijk door heel het huis staan. Maar ik kijk altijd wel even voor ook adventkalenders en zo. Want ik weet bijvoorbeeld mijn vriendin die houdt van deze kaarsen gewoon. Die heeft ze altijd van de Action. Lekker goedkoop. En nu zag ik dus deze. De Tonka en Vanilla. En deze lag van Treewick. Die lag bij de kerstcollectie. En eerlijk, dit ziet er mooi uit. En dit heeft dus altijd 2 van die houten lonten. Ik moet zeggen, hij brandt echt niet optimaal. Dus ja, niet heel fan van voor mezelf. Maar goed, als dit gevraagd wordt, dan koop ik dit natuurlijk. Maar die geur is wel echt heel erg lekker. Die Tonka en vanille. Kijk, zo ziet die eruit. Dus die heb ik gehaald. En dit was dus 9 euro. Ik heb natuurlijk 2 adventkalenders. Die ik moet vullen. En toen zag ik deze. En deze ruikt echt heel erg lekker. Dit is de Patchouli en Black Plum. Beetje een bruine pot. Ja, deze. Dit vindt mijn zus denk ik heel lekker. Een beetje echt zo'n herfstgeur. Maar toch wat mannelijker. Dat Oath. Dit lijkt een beetje op die Rituals Oath geur. Super lekker. Ook gewoon weer met 2 van die houten wicks. Dus die geef ik cadeau. Ziet er in ieder geval leuk uit. Dan voor 1,89 euro heb ik deze gehaald. Dit zijn ook echt heerlijke wollen sokken. Ik draag dat altijd. En dan heb je een 2-pack. Dus 1 beige en 1 beige met ja, een soort van witte pantenprintachtige stippen erop. En er zitten ook van die nopjes onder dat je niet uitglijdt. Ja, dit is gewoon heerlijk voor om te dragen in je huis of whatever. Altijd goed. Heb je dus lekker bij de Action. Oké, het volgende item zijn... Ik heb wat mandjes meegenomen. Een wat kleiner mandje en een iets groter mandje. Nou, dit kun je natuurlijk voor van alles gebruiken. Gewoon voor opberg. Kijk, die kun je dan zo open doen. Maar ik ga het gebruiken ook weer voor gift sets voor mijn kaarsen. Dan ga ik hier een heel leuk gift setje in doen met eigen gemaakte kaarsen. En dan kun je dit zo leuk geven of sturen of whatever. Dus daar heb ik er 2 van. En ik heb 2 van deze wat kleinere. Zodat ik die leuk kan vullen met kaarsen. Dus ja, dat is gewoon helemaal handig. Even kijken. Die kleinere die kost 1,99 euro. En die grotere kost 2,99 euro. Dan nog iets, ook weer iets niet heel boeiends. Maar dit had ik wel nodig. Dit is van dat Bison Kit-achtig kit. Niet zeg kit, maar... Ja, gewoon van dat plakspul. Deze. En hiervoor, dit gebruik ik echt heel vaak voor do-it-yourselves. Vaak als ik dingen bij de kringloop koop en ik wil het op elkaar plakken, gebruik ik dit. Toevallig heb ik nu ook een soort do-it-yourself gemaakt. En die 2 onderdelen moet ik nog even aan elkaar plakken. En dan doe ik dus met dit spul. Bison montagelijm tube kost 2,37 euro. Dit heeft helemaal niks met de Action te maken. Maar goed, dit vind ik wel even in de tas. Ik ging nog even naar de kring. En oh mijn god, ik heb 2 hartstikke leuke padeltjes gevonden bij de kringloop. Zie ik nou weer advertenties? Gatsie, nou dit is ook geen aanrader. Wat een verschrikking. Maar ik was dus bij de kringloop en toen zag ik deze 2. Ja, nu ik het toch allemaal aan het laten zien ben. Kijk nou, 2 van die gouden kandelaartjes met strikjes. Dit is natuurlijk helemaal een ding nu, die strikjes. En ja, ik vind dit leuk. Leuk voor kerst om gewoon op de tafel straks neer te zetten met leuke dinerkaarsen erin van die rode. Of gewoon lekker ergens daar of zo. I don't know. Maar fantastisch. Ze zijn ook echt nog helemaal soort van nieuw.
Dus ja, die waren 50 cent bij de kring. Maar goed, even weer terug naar de Action. Want ik kom bij het allerlaatste item van deze Action shoplog. En dat kostte 99 cent. Ik heb namelijk, ja, cadeaulint gekocht. Dit is de lint. Ook weer dat candy cane stijltje. Ik vind dat neutrale van het jute met rood dus helemaal leuk. En dat past helemaal bij de stijl waar wij voor gaan. Traditioneel, dus deze heb ik ook nodig voor het inpakken van mijn cadeautjes. Nou, dit matcht toch helemaal leuk. Het is toch gewoon helemaal een zuurstok. Helemaal fantastisch. Dus dat is eigenlijk alles wat ik bij de Action heb gekocht dit keer. Ben jij dus benieuwd wat ze allemaal hebben liggen bij de Action en hoe en wat? Check dan even mijn TikTok, dat is Floor Delver. En ik zou gauw anders ook alweer even een Shop With Me filmen bij de Action op YouTube. Ik ga trouwens ook nog naar de TK Maxx kijken naar kerstparels. Dat ga ik filmen voor YouTube. Ik ga nog naar de Primark kijken. Ook of daar weer de kerstparels zijn. Want op TikTok zag ik ook allemaal weer hele leuke kerstitems. Ook echt home deco, zeg maar. Bij de Primark. En ik ga nog naar de nieuwe rattenplan in Enschede. Komt er ook allemaal nog aan. Dus content genoeg. In ieder geval, ik heb er heel erg veel zin in. Bedankt dus voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om die content niet te missen. En dan zie ik jullie tot een volgende video weer. Doei doei. En nog excuus voor die stomme advertenties. Ja, eigenlijk heel krom. Want goed, die zit ook door deze video. Dus waarschijnlijk vond je dat ook heel irritant. Maar goed, goed verhaal.